Mathieu Paardenkoper, terug naar de tekentafel voor de huiskamer van de Rijndijk? Ja, eigenlijk wel. Op zich ligt er een mooi plan, maar het blijkt dat er te veel haken en ogen aan het hele verhaal zitten. Dus wij zeggen terug naar de tekentafel, gaan ons praten met alle betrokkenen, vooral met de eendenkooi. Die hebben een aantal wensen en die lijken nu gepasseerd te worden. En dan moet je gewoon overnieuw gaan praten, zodat er wel een goed plan naar komt. Ja, ik vind het wel een goed idee. Want er zijn toch een heleboel mogelijkheden nog. Gezondheidscentrum in het Kuiken misschien. Maar het gezondheidscentrum was 600 vierkante meter en het Kuiken 300. Dus ik weet niet of daar nog mogelijkheden in zitten. En de seniorenappartementen die moeten ook nog een goede plek vinden. Ook denkend aan de geluidsoverlast die je de eendenkooi kan geven. Terug naar de tekentafel is natuurlijk geen optie. We zijn al best wel ver in het plan. Er zijn nog heel veel dingen heel flexibel. Dus nou, eenmaal plan terug te draaien hoeft van mij niet. Hoeft van PZ niet, want we kunnen gewoon verder. Er zit nog heel veel flexibiliteit in. Ja, scenario 1 ziet er heel goed uit. Al zullen er vast dingen ook van scenario 2 inkomen. Het is nog niet helemaal vast, maar zeker zo de school gepositioneerd en het gezondheidscentrum aan de kant van de eendenkooi. De andere scenario's was dat andersom. Dat gaf veel te veel weerstand in de buurt voor de bewoners van de Wereldgolf. Dit is het mooiste scenario wat je eigenlijk kan bedenken. Als het aan de VVD ligt, gaan jullie weer terug naar de tekentafel? Ja, staan de VVD ligt wel. Ik hoop het niet. Want er is met name voor de school en SKZ echt wel haast geboden. En tuurlijk moet het goed onderzocht worden. Maar het kan toch niet zo zijn dat het weer opnieuw, terwijl de hele buurt zich er al over uitgesproken heeft, dat er opnieuw wat gedaan moet worden. Dat houd ik erop.